We krijgen dikwijls klanten die in de winkel komen, die zeggen direct, ik wil de krachtigste motor hebben. Maar dat kan niet altijd direct de beste beslissing zijn om dat te gaan doen. Waarom? Elke motorfabrikant, bijvoorbeeld Shimano, Brose, Bosch, die heeft 3 of 4 verschillende motorsystemen van 25 per uur. Bijvoorbeeld Bosch heeft motors, eentje van 40, 50, 65 en 75 Nm. Wat is het verschil dan die Nm? Dat is het koppelde trekkracht. Dus die van 75 Nm, die gaat het beter doen in sterke heuvels, sterke beklimmingen, ook in het vertrek om een zware massa in gang te zetten ten opzichte die van 40 Nm. Maar die van 75 Nm maakt dan weer meer geluid omdat die meer koppel heeft ten opzichte die van 40 Nm. Dus Bosch heeft 4 verschillende motorsystemen, waarbij de active motor 40 Nm eigenlijk bedoeld is om in het stad te gaan gebruiken. Die is heel comfortabel van aansturing, heel natuurlijk en maakt ook geen geluid. Dus echt gemaakt om in het stad te gaan gebruiken. Daarnaast heeft Bosch de Active Plus motor, 50 Nm, is al iets pittiger, ook nog altijd stil, geen geluid van de motor. Maar gebruikt voor recreatief gebruik, heuvelachtig terrein en ook in het stad te gaan gebruiken. Daarnaast de derde motor is de Bosch Performance motor, 65 Nm. Die zie je al terugkomen in de mountainbikes, maar ook in de sportievere fietsen. Fietsen waarmee we willen gaan trekken met pak en zak. Mensen die fietsreizen maken met de e-bike. Dus daar kan het dan ook een ideale motorsysteem voor zijn. Of voor de gebruiker die toch een pittige e-bike willen, dat het toch goed vertrekt. Dus voor de mensen die sportief rijden in het stad, kan dat ook wel een goede oplossing zijn. Daarnaast is de Bosch Performance CX de krachtigste motor. Die is bedoeld voor de mountainbikes of de sportievere fietsen of de mensen die gaan trekken met de fietsen, echt in de heuvels of de Alpen gaan beklimmen met de fietsen. En daarnaast is die motor dan ook geschikt voor de cargofietsen. Die met een grote belasting eigenlijk uit stilstand moeten vertrekken, daar kan dat dan ook een goed motorsysteem voor zijn. Dus hiermee zie je dat je 4 verschillende motorsystemen hebt, elk voor een eigen gebruik. Dus conclusie, de krachtigste motor is inderdaad niet altijd de beste oplossing. Je moet er ook rekening mee houden, de krachtigste motor, bijvoorbeeld de 75 Nm, gaat ook meer verbruiken ten opzichte die van 40 Nm. Dus dat kan zelfs een meerverbruik zijn van 35%. Dus met die van 40 Nm ga je meer kilometers kunnen maken dan die van 75 Nm. Beetje logisch, bij de wagens is dat ook zo. Een racewagen verbruikt meer ten opzichte van een stadsauto. Aan de andere kant krijgen we ook soms klanten binnen die elders een e-bike gekocht hebben. Of online of in een andere winkel. En die zeggen, ja, ik moet geen middenmotorsysteem meer hebben, want dat rijdt schokkerig. En dat heeft weer te maken dat ze een stadsfiets gekocht hebben met bijvoorbeeld een CX-motor erop met 75 Nm. Die dan bedoeld is voor sportief te rijden, hellingen te nemen, die heel pittig vertrekt. Wat ervaren die klanten dan? Die gaan in het stad fietsen, die motor vertrekt vrij pittig. Na 2 meter moeten ze al uitwijken of minderen voor voetgangers, stoplicht. Vertrekken terug, gaat weer pittig vertrekken. Dan krijg je een beetje een schokkerig effect, een yo-yo effect. En dan gaat die berijder zeggen van ja, die fiets is niet aangenaam om mee te rijden. En dat komt gewoon puur omdat ze de verkeerde motor gekozen hebben voor hun gebruik. Dus laat u hierbij goed adviseren, kom testrijden, voel het zelf aan welke motor goed bij uw rijstijl past en uw gebruik. Alleen zo kan u het ideale motorsysteem vinden.